De bilspieren aanspannen. In heel veel oefeningen komen bilspieren aanspanningen, is nodig om het goed uit te kunnen voeren. Maar kan jij je bilspieren wel goed aansturen? Dat gaan we testen. Dat kan je staan doen, maar laten we maar eens makkelijker beginnen. Gaan we liggen. Wat doe je? Je gaat op de grond liggen. Of op bed, of whatever. Handen onder de billen. En wat dan de bedoeling is dat terwijl de benen lekker ontspannen zijn, je die bil links en rechts aan kan spannen, los van elkaar. En als je dat doet, moet er niks anders gebeuren behalve die bilspieren. En als je heel goed kan, dan kom je een stukje los van de grond. Maar let op, bovenbenen zijn ontspannen. Dan zul je merken dat als de voeten naar buiten gedraaid staan, ik ga hem staand ook laten zien, want dat gaan jullie ook oefenen. Als de voeten naar buiten gedraaid staan, dan zal het veel makkelijker zijn om die aan te spannen om en om, dan als je voeten naar binnen gedraaid staan. Dat is logisch. Alleen je wil in iedere positie de bilspieren aan kunnen spannen. Want als je dan een hinge doet, dan wil je wel die bilspieren op ieder welk moment aan kunnen sturen. Ook weer een oefening is dit, dus voor controle. Van ik kan hingen, maar kan ik die bilspieren ook bewust aansturen? Yes? Hoe oefen je dat? Start liggen, dat is makkelijker. Eerst de voetjes naar buiten. En voel of je aan kan spannen zonder dat de bovenbenen aangaan. Lukt dat, gaan de voeten steeds een beetje verder naar binnen, totdat je ongeveer zo staat. Als je het liggen kan, ga je het ook staan proberen. En zo bouw je het rustig aan op. Yes, succes! Glute pops!